Zalige Songfestival. Ja, ik moet zeggen over een viroloog die verborgen is intussen, maar dat gaan we niet doen. Maar over positief gesproken. Ja, even nog die IJslandse delegatie. Dat bedoel ik. Ja. Wij zijn allemaal zijn bezeten en getest hier. En bij de IJslanders is weer een positieve test. Ja, wat voor consequenties heeft dat, Cornel? Nou, je zag net die jongen uit de band al, die is vandaag positief getest. En dat betekent dat ze helemaal niet meer live gaan optreden. Nog morgen in de halve finale, maar ook niet in de finale. Ik heb net nog even gecheckt bij de opperbaas Sietsenbak of het echt zo is. Dus voor een deel hun eigen keuze ook. Want ze zeggen, we zijn met z'n zessen. Vijf van die leden zijn negatief getest, één niet. Maar we doen het als groep met z'n allen of helemaal niet. En dat impliceert dus eigenlijk dat, nadat zij vorig jaar al de favorieten waren bij het gecancelde Songfestival, ze nu anderhalf jaar verder nog steeds niet voor hun publiek hebben kunnen optreden. Want ze hebben wel de repetities gedaan van vorige week. Ja. En morgen en ook zaterdag, als ze doorgaan naar de finale, zullen dan de repetitiebeelden worden gebruikt die op 13 mei zijn geregistreerd. Dus ik hoor jou reageren. Want, Dit verschrikkelijk. Moet je niet aan denken, toch? Hè? Ja, en dan moet ik er nog bij zeggen dat wij Barry van Cornwell heel goed kennen. Dus de host van de IJslandse delegatie. Oh, ja. Dankjewel, Cornald. Ja. Die komen wij niet elke dag tegen. Maar Barry is de begeleiding van deze jongens. En ik heb vandaag met hem geappt. Hij zegt, we zijn zo verdrietig, het is zo erg. Ja. Maar ik zeg, nou, één ding, ik ga op jullie stemmen. Het was de underdog. Ja, nou, dat ik dacht, wat zou dat zijn? Ze waren natuurlijk sowieso al redelijk favoriet. In de zin dat ze bij de boekmakers 5-4 stonden zo'n beetje, wisselt een beetje. Maar ik dacht, zou dat met het stemmen morgen en misschien zaterdag ook nog wat uitmaken? Dat mensen denken, wat zielig voor ze, laten we op ze stemmen. Dat niet doorslaggevend zijn. Laten we even kijken. Voor mensen die het niet meer op hun netvlies hebben, de IJslanders. Wat je zou Cornel ook kunnen zeggen. We zien een bandje dan, morgen en zaterdag. Hmm. Dat is concurrentievervalsing, want live, hartstikke spannend. Je ziet het live optreden zoals het gedaan is tijdens de officiële repetities vorige week. Dat zijn niet de repetities van de dress rehearsals. Maar het is gewoon, je zult het ook morgen zien. Dan zie je alleen tijdens een optreden shots van de zaal die leeg zijn. Want toen zat er immers geen publiek. Maar verder voor televisie kijken zal het voldoen als een volwaardig optreden. En wat Peter net begon te zeggen, ik denk, anders dan Jeroen denkt, dat de sympathy vote werkt wel een beetje, maar niet zodanig dat het echt doorslaggevend zal zijn voor de winst. We zagen het van de namiddag ook. Het is ook iets ziellozer zo. Want het is een heel unieke sound die ze maakt, zei het vandaag nog. Ze waren eigenlijk voor heel het ethisch verhaal dat echt op het Songfestival aanwezig is, dat was er eigenlijk vorig jaar al kunnen zijn. Wat is het ethisch verhaal? Ethisch sound. Dus alles is heel ethisch. Heel veel ethisch kleuren, heel veel ethisch sound. En daarna zijn bands als The Weeknd, Dua Lipa, Lady Gaga zijn eigenlijk na hen gekomen. Dus ze waren zo uniek. Jammer dat ze vorig jaar niet kunnen spelen. Trendsetters waren ze. Ja, toch wel.